hier. Hij is mooi, hè? Hij is prachtig. Natte jassen hangen ze ook op een stoel neer. Er is een kapstok, weet je? Hallo lieve vrienden, een hele goede middag. Dat naam is Corina in de Beestenboel, dus welkom bij weer een nieuwe vlog van ons. En geniet van alle filmpjes die jullie hier op mijn kanaal kunnen zien. En vinden jullie het leuk? Nou, eventjes je eigen abonneren en even de duimpje omhoog. Ja, al is het momenteel wel niet veel te lachen. Ik heb nog steeds heel veel pijn. Ik zit dus aan een dubbele medicijn voor de pijn. Maar dat kan de pret allemaal niet boeien. Het boeit me wel dat ik heel veel pijn heb. Ja, ik kan amper op en neer. Astra die is druk bezig mijn huisje schoon te maken. Zometeen komen Mario en Marianne weer om de hondjes te doen. Die gaan dan weer even lekker wandelen met ze. Dus dat is wel fijn dat ze dat voor mij willen doen. Ik heb een bakje koffie staan. En ik moet nog steeds wat eigenlijk inzielen. Maar dat komt wel, dat loopt niet weg. Dat zal ik eventjes, wat moet dat nou eigenlijk? Dat moet ik eigenlijk in mijn portemonnee maar doen. Dat is wel zo belangrijk. Maar in ieder geval, ik kan amper op en neer. Deze kant, dat doet me helemaal zeer aan de achterkant. De linkerkant dus, niet rechts maar links. Want mijn huis dat staat ook verkeerd. Ik moet dat iedere keer omgooien in de videopad, laat maar zeggen. Moet ik een dingetje erin gooien zodat hij het weer omdraait, dat hij weer wel goed is. Daarom zei Karin ook al van of ik mijn huis verbouwd had. Nou nee, toen had ik het vergeten. Moet kunnen, ja, ook lachen doet me zeer, huilen doet me zeer. Mijn stem verheffen doet pijn, alles doet er in daar pijn. Ja, ik denk toch dat het niet mijn spieren zijn, maar weet ik veel wat gekneusd is. Of misschien überhaupt wel gebroken, want ook soms met ademhalen en diepe zucht doet ook zeer. En ik hoor daar weer iemand beneden komen, ik weet niet welke kant ze op gaat. Ga je achter me langs, dan ga ik me omdraaien. Ja, nou ja, je gaat me langs. Ja, mijn worst. Oh ja. Die schout. Doei. Zo. Dat was onze Astrid. Dus ja, ze wilde niet op. Nou ja, dan hou ik rekening mee. Simpel. Dan draai ik me toch even om. Ja hoor. Komt allemaal goed. Maar in ieder geval, lieve vrienden, het is prachtig mooi weer. En dat vind ik wel weer fijn, want daar geniet ik in huis al van. Helaas kan ik niet gaan lopen nog, nee. Ik denk dat ik het zonder maar weer wel eens proberen. Lukt het dan nog niet, dan... Ik ga sowieso, als ik het maandag nog heb, een afspraak maken bij de huisarts. Ja hoor, zo simpel. Want ik kan me ook niet wassen. Ik voel me zo vies, ik wil me wassen, weet je. Bah, ik wil gewoon, ja, en dan ga je toch ook niet 1, 2, 3 aan een ander vragen van was me even. Nee, kom op zeg. Begin een oud wijf die dat niet kan, maar het doet me vreselijk veel pijn. Ik kan dat gewoon al momenteel niet. Ja, mijn gezicht een beetje poedelen en doen, maar voor de rest niks. Ja, maar ook zelfs een klein beetje. Maar van achter, ik kom daar niet. Ik kan niet aan de achterkant komen. Nou ja, daar kan ik niks aan doen. Nee. Doet pijn, ja. En ik ben niet eentje die er eigen gauw aanstelt of wat dan ook, maar heb maar eens gekneusde ribben of een gebroken rib. Nou, dan peel je anders hoor. Ik heb het één keer meegemaakt. Dan kom je voor je zoon op, tegen je buurman en krijg je een mishandeling van je buurman cadeau. Ja, kom op zeg. Nee, dat moet, ik weet wat het is. En ik heb ook een vermoeden dat er iets, ja, gekneusd zeker gebroken is. En je kunt beter gebroken hebben dan gekneusd, want gebroken geneest sneller dan gekneusd.
Ja. Dus, maar oké, maakt niet uit. We gaan gewoon door met die banaan. En ik ben blij dat zometeen mijn huisje weer schoon is. En de amaryllis, nou die is zo mooi, zo mooi, zo mooi, zo mooi. Mag ik even door, Alwin? Ja? Hij is mooi, hè? Hij is prachtig. En die begint ook al. Ja. Hij is echt grandioos zo mooi. Toch? Vind ik van wel. Hé, ladies? Ja, nou? Hé? En hier nog zo'n mooie lady. Hé? Nog zo'n beauty. Ja. Jullie zijn mooi, jullie zijn lief. En straks komt tante Mario en tante Marianne. En die gaan met jullie lekker lopen. Ja. Maar even wachten. Nee? Tante Marianne zou hier om 3 uur komen. Dat is ze. Nee? Hm? Maar ja, oké, lieve vrienden, ja, ik zal even zo. Ja, waar ik ben, dan gaan de meisjes ook. Ik kan er niks aan doen, ze blijven bij mij. Ja, ik kan er helemaal niks aan doen. Waar ik ben, daar zijn hun ook. Ja. Heel raar, zou je denken, maar nee. Het is alert zijn op. Mag praatje niks gebeuren, zeg maar. En ik vind het alleen maar lief. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van de mooie zonnige dag. En ik ga weer aan het werk voor de pc. Want ik zal dat wel moeten doen voor jullie, voor mezelf. En dan heb je toch even wat te doen. Kun je eventjes, even alles voor je afzetten. Ja, toch? Ik zou zeggen, tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, au. Ja, lieve vrienden, sorry. Mijn excuus dat ik gelijk au zeg, maar ik haalde te diep adem en dat deed me pijn. Maar Janne en Mario, die zijn net de deur uit met de 2 viervoetertjes even een blokje om. Ze hebben eerst ook weer een bak koffie gehad, maar dan kun je wel zien dat die meisjes echt heel nodig moeten, hoor. Ja, laat ze wel in de tuin, maar ik weet niet wat dat is. Elwing die doet bijna niks in die tuin. Het is Rijka die meer doet in die tuin dan dat Elwing doet. Deed ze het maar, weet je? Nou ben ik toch van een ander afhankelijk en daar baal ik enorm van. Kanonnen, ik vind dit echt zo bizar. Zo zielig, ik heb zo medelijden met mijn woefies. Maar ja, het is momenteel niet anders en ik hoop toch dat de pijn een beetje overgaat. En ik heb al 2 keer medicijnen ingenomen. En dan is het met eten weer en voordat ik ga slapen weer, dan zit ik op 4 keer, want ik mag 4 keer 2 paracetamol. Dus dat is 4 x 2. Ja. Dus dan weten jullie dat ook. En dan mijn eigen medicijnen. Wat is dat nou? Gewoon, dan ben ik dat woord kwijt. Hoe dat heet. Naproxen. Mag ik ook gewoon slikken. Dus dan neem ik straks gewoon nog eentje even van. En ik ga proberen mijn vest uit te doen, want ik zweet met eigen apenzuur. En dat is ook pijnlijk. Tenminste, pijnlijk. Ik bedoel niet dat ik zweet, maar om mijn vest uit te doen, dat is pijnlijk. Ja, dat voelt niet prettig. Echt niet.
eerst die mouw zo naar buiten doen. Want dan kan die arm niet naar achteren bewegen. Oh, het is wat. Echt bizar. Over mijn elleboog weg. En dan zo, waarom hangen ze een handdoek? Op een stoel! En op een goede stoel nog wel. Een vochtige handdoek, doe je toch niet? Hang hem op bij de theedoeken. Zal ik zo ook wat voor zeggen? Dat wil ik niet hebben. Natte jassen hangen ze ook op een stoel neer. Er is een kapstok, weet je? En ik zou boos om worden. Dat hout gaat naar zijn Filistijnen. Wil ik niet hebben. Zo, nou oké, lieve vrienden. Ja, ik wou even melden dat de hondjes nou uit worden gelaten. Dus ik ben hondloos weer. Nee, het is bespeuren. Wel koffiekopjes op tafel. En twee fietsen in de tuin. En ja, ze zijn dus lekker even eruit. En wat ik begreep van Mario is dat ze Elwing even lekker in de tuin laat. Maar haar staat overin. Nou ja, lekker belangrijk. Doet er niet toe. Het moet ook weer gewassen worden, ik weet het. Maar ja, dan moet ik me wel weer wat minder pijn hebben dan ik dat nu heb. Want nu gaat dat niet. Nee, ik kan er ook niks aan doen. Echt waar niet. Komt wel weer goed hoor. Ja, voordat ik een oud kereltje ben, komt dat ook wel weer goed. Ja toch? Zo is dat. Ja, ik ga lekker voor de pc hangen. Ik heb nog niks gedaan, dat staat wel aan. Het enige wat ik gedaan heb, ja, kopjes afgewassen omdat ik die weer nodig had. Ik denk nou, ik ga geen schone pakken, gewoon eventjes het spoeltje erdoor en klaar hè. Ja toch? Dan had ze die ook meegenomen, maar dit is de splitriem. Ja, en hij is nog steeds dicht. Ja. Hij is nog steeds dicht, dus dat komt helemaal goed. Dus ja, daar gaan ze weer aangekoppeld worden als ik ze weer uit kan laten. Ja. Ik hoop dat het sneller is dan dat ik denk. Dan ik hoop dat het sneller is dan dat ik zelf denk. Ja. Maar dat merken we wel. Ja, het zonnetje schijnt nog steeds. De lucht is blauw. Dus ja. Wat kunnen we dan verder opruimen? We mogen reclame maken eigenlijk. Maar ja, we worden ook niet gesponsord. En ik zei altijd voorheen tegen de biscomma gauw. En maar ook Giro Blauw past bij jou. Ja, en ook die tas heeft ook blauw. Ja, en dan hangt daar niet een vlinder, maar een libelle, die is ook blauw. Ja, oh, zo zijn er dan meerdere dingen dat blauw kan zijn. Ja, als je maar rijmen kan, ja toch? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van deze prachtige, mooie, zonovergoten dag. Ik zie op vliegtuigstreep gaan. Dus ja, gewoon genieten. Ik zou zeggen, tot later. Doei!